Naast het weiland van Van Buren komen binnenkort nieuwbouwwoningen. En gebruikelijk is het dan dat er altijd eerst archeologisch onderzoek wordt verricht voordat de bouw gaat beginnen. En daarom was het schrikken toen ineens gisteravond achter het huis de graafmachine opdook die begon te graven. Ik kom thuis en denk, nou, wat is dit? Ik heb mijn auto weggezet, gelijk mijn laarzen aangetrokken en ik denk, ik stap erop af. Dus ik, eerst een beetje vloeken en schelden van, het is toch een schrikreactie. En gevraagd wat ze aan het doen waren. Ja, maar mevrouw, we hebben toestemming van de gemeente. Ook de graafmachinist twijfelde voor aanvang van zijn klus over de locatie, maar kreeg tot 2 maal toe de opdracht toch op het weiland van Van Buren te graven. Onherkenbaar in beeld bevestigt hij zijn verhaal voor onze camera. Kijk, ik hoef ook alleen de werkzaamheden maar te verrichten. En als ze hun zeggen van daar moet gegraven worden, dan moeten we dat in opdracht van hun moeten we dat gewoon verrichten. Sinds wanneer hebben die dan het recht om iets te zeggen over mijn grond? Dus ze zijn gelijk gestopt. Maar toen was het kwaad al geschied. De gemeente Bernisse kan zich 24 uur later wel voor de kop slaan. Er is een menselijke fout gemaakt. Daar waar gesproken werd over het graven op het weiland van een boer, zijn 2 boeren door elkaar gehaald. En dat is een heel vervelende fout die er gemaakt is. En die wij uiteraard gaan oplossen met de betrokkenen. Door de graafwerkzaamheden en het dichtstorten van het gat is de zandlaag met de kleilaag vermengd geraakt. En daar kan volgens de boer de komende 10 jaar geen enkel gewas meer groeien. Ze hebben drainage kapot gegraven en alle grond zit door elkaar. En ja, dat is niet zoals het hoort, want ja, daar groeit nou geen gewas meer op. Ja, dat zijn details waar ik echt te weinig verstand heb van, nog van het boeren, nog van de kleilagen en de grondconstructies en alles wat daarmee te maken heeft. Dat weet ik gewoon niet. Maar ik neem zomaar aan dat met de mensen die daar wel verstand van hebben en ook de verzekeringsmaatschappijen die daarbij betrokken zullen worden, we daar op een goede manier uit zullen komen. En al een bosje bloemen gehad van de wethouder? Nee, die is ziek thuis. Ja. Nee, ik heb nog niks vernomen voor de rest van de gemeente.